Het is opmerkelijk hoeveel mensen er vandaag nog een krant kopen om het nieuws van gisteren te lezen, of een boek op papier. Nochtans stelt de technologie ons vandaag in staat om kranten, of het nieuws dat erin staat, en boeken op eender welke plek en op eender welk ogenblik te lezen. Ik heb hier zo'n voorbeeld bij mij van een e-book en op dit toestel kunnen meer dan 1000 boeken. En ook het nieuws van alle kranten, dat morgen in de kranten zal staan, kan ik op dit toestel meenemen. Ik neem het dus mee overal waar ik ga en ik hoef dus ook geen krant meer op papier te kopen, ook geen boek meer op papier. Dat het om de inhoud gaat, dat is iets wat we eigenlijk een beetje uit het oog zijn verloren. Het is niet het papier dat telt, papier is slechts een medium om de inhoud tot bij de lezer te brengen. Een middel. Geen doel op zich. Zo'n e-book, dat kan natuurlijk wel knap lastig worden als je op een boekenbeurs bent en je wilt dit boek laten signeren. Want als het medium papier is weggevallen, waar ga je dan een handtekening kunnen zetten? Wel, we gaan het vanavond uitproberen, want vanavond is hier in de Elisabethzaal marketinggoeroe Seth Godin te gast. Hij komt zijn nieuwste boek Lynchpin voorstellen. Ik heb het boek hierop gedownload en we gaan zo meteen naar hem toe en we gaan hem dit boek laten signeren. We gaan eens kijken hoe hij reageert. I am reading Lynchpin. I am reading it on this Kindle. Would you be so kind as sure. to sign it? Sure, I'm happy to, before it goes obsolete and is replaced by an iPad or something. Yeah, here you go. There you go. Thank you so much. Thank you. Ons probleem is voorlopig opgelost, maar hoe moet het nu verder met onze krantenindustrie en met de boekenindustrie? Kranten en boeken zullen morgen dezelfde nostalgie uitstralen als een LP vandaag. Er hangt een zekere warmte en een zekere charme rond, maar ze zorgen niet meer voor werkgelegenheid. Werkgelegenheid ligt niet langer meer in het fysieke medium, nog in de distributie. De werkgelegenheid van morgen die gaat liggen in de originele inhoud en de manier waarop we een publiek verzamelen. En dat is de reden waarom we hier achter mij de reddingsband aan het skelet van een walvis hebben gehangen. Die walvis symboliseert op dit ogenblik de Belgische krantenindustrie. Er is tot op vandaag geen enkele Belgische krant op dit toestel terug te vinden. Het gaat om de inhoud, niet langer meer om het papier.